Dit is het belangrijkste game-nieuws van de week. Lay it on me. Volgens geruchten zijn er maar liefst vijf nieuwe Resident Evil games in de maak, waaronder Resident Evil 9 en fans hopen ook op een remake van Resident Evil 1. De geruchten rond games van Microsoft die multiplatform zullen worden, worden steeds maar luider, met nu ook Indiana Jones en The Great Cycle, die mogelijk naar andere platformen zou komen. Fans van Xbox zijn niet heel blij met dat nieuws en Phil Spencer, de baas van Xbox, heeft gezegd dat we volgende week meer nieuws zullen krijgen over de toekomstplannen van Xbox. De Mighty Morphin Power Rangers maken mogelijk hun weg naar Fortnite. Heel veel is er nog niet geweten over die crossover, dus het is nog niet duidelijk of het gaat over puur enkele skins of dat we ook zords zullen zien, maar wij kijken er alvast naar uit. Disney investeert maar liefst anderhalf miljard dollar in Epic Games om samen een volledig nieuw universum aan games te creëren. Bob Iger, de baas van Disney, zegt dat dit de allergrootste stap is die Disney ooit heeft genomen binnen gaming. GameForce, Made in Asia en Heroes Comic Con smelten samen tot één groot mega-event op 19 en 20 oktober in Brussel waar ze alle fans van gaming, films, series, k-pop, manga en comics samen willen brengen. De ticketverkoop gaat van start in maart en er worden maar liefst 70.000 bezoekers verwacht. Wat was voor jou het grootste nieuws van de week? Laat het ons weten in de comments. En zoals altijd, voor al je game moet je bij 4Gamers zijn.